Het naoorlogse verzet continues. Geert maakt zich op voor een thuiswedstrijd in het PVV-gezinde Volendam. Want wij zijn hele dikke vrienden. Hele, hele dikke vrienden, dat zijn wij. Meneer Wilders, ja. De verzetstournee is nu enige weken bezig. Het naoorlogse verzet, wat heeft u al bereikt? Nou, een hele hoop. Hè. We hebben in heel veel steden in het hele land, en we zijn er al nog heel lang door, heel veel enthousiaste mensen ontmoet die ook met ons vinden dat het anders moet. De handtekeningen zijn niet aan te slepen. We zaten al binnen een week of zo op 30.000 en dat gaat... Zo? Ja, dat gaat als een dolle stier door. Dat mag met recht verzet heten. Daar zouden ze 60 jaar geleden toch jaloers op zijn geweest in zo'n korte tijd zoveel handtekeningen. Ja, want jullie denken wel dat het een verzetje is, maar het is echt verzet. Hebt u nou echt het gevoel dat u in het naoorlogse verzet zit? Ja, zeker. Ja, echt waar? Ja, natuurlijk. Het is echt verzet met een hoofdletter V. U bent nu in Volendam. Hier wordt al heel veel PVV gestemd. Waarom komt u niet een keer naar Amsterdam, zoals u eerder heeft gezegd? Nou, er is helemaal niks mee met Amsterdam, hoor. Maar goed, het is natuurlijk logisch dat we ook naar plekken gaan waar heel veel aanhang van de PVV zit. We hebben nu 4 plekken uitgezocht. Toevallig plekken waar we erg populair zijn. Nou, dat is niet toevallig natuurlijk. Ja, dat weet ik ook niet. Maar ja, het wordt zo moeilijk. Want om echt nog bolwerken uit te kiezen. Ja, heel Nederland wordt één groot PVV-bolwerk. Dus je komt altijd in een PVV-bolwerk. Heel Nederland wordt één PVV-bolwerk. Ja, je ziet het toch overal groeien. Dat is wel een beetje preken voor eigen parochie. Nou ja, we zijn, daar is trouwens helemaal niks mis mee. Ik denk dat de klapper gewoon steeds met de verkiezingen gaan komen. En ja, elke week pakken we er gezellig een zeteltje bij. Even lachen, meneer Wilders. Zeker lachen. Jongen, jij hebt hier een sticker. Ben jij fan van de PVV? Ja, ja. Tuurlijk wel. Wat maakt het dan dat je zo fan daarvan bent? Hij wil de Marokkaan het land uit. Nou, zeg, wat iedereen denkt, is toch zo'n zootje gaai is die Marokkaan? Ja, hij is een geweldige man. Ja? Ja, zeker. Waarom dan? Ja, dat kan je toch zien aan hem. Je ziet dat hij geweldig is? Ja. Ze zitten allemaal in de WW en ze werken niet. De baas zitten vol met die gaaiers. Zou je kunnen zeggen dat er bij jou sprake is van een bepaalde Wildersliefde? Ja, ik ben echt verliefd op die man. Ik verbaas een beetje, maar je meent serieus. Ja, echt. Nou ja, ik vind hem echt als een echte leider, weet je. Die echt als een start voor iemand. Ik denk dat ze zo'n lulletje als Balkenende of zo, weet je. Geert Wilders is het licht in jouw leven. Dat wel. Vooraan. Zeker. Wat zou je tegen de mensen in Nederland willen zeggen die nog geen PVV stemmen? Gewoon op PVV stemmen. Want? Want Geert heeft gelijk. Gewoon alle Marokkanen weg. Gewoon. En dan wordt het Nederland een stuk mooier.